Het ministerie van Openbare Werken besteedt veel aandacht aan landverlies bij de kust in de districten Koroni en Saramaka. Dit bracht minister Riyad Noor Mohammed woensdag naar voren bij een gesprek met journalisten voor de aanvang van de Raad van Ministers. Dus we blijven studies updaten. We blijven investeren in onze onderzoekscentra. Dat kan ik je concreet zeggen. We blijven investeren in waterbouwkundige werken en dergelijke zaken. Nou, welke dijk is de beste? Kijk, in sommige gebieden, of laten we zeggen, 90% wordt beschermd door mangroven, de kust van Suriname. Het is 10% waar je een betonnen dijk hebt. Of bij Koroni heb je een semi, zeg maar een semi vorm van steen en groen. Waar het te laat is, zoals bijvoorbeeld Kommewijnen, de rivieroever, heb je geen keus. Moet je beschermen met een harde constructie, want je hebt geen keus. Ook de waterkant, dan moet je beschermen. Maar op dit moment in Koroni, ik ben volledig gevlogen, is er een massale erosie, een gigantische erosie gaande in heel Koroni bij de kust. Is enorm. Dat is al heel dichtbij de Oost-West-verbinding gekomen. De minister zegt verder dat er voortdurend studies moeten worden gemaakt omdat de natuur niet stilstaat. De huidige regering is zich ervan bewust dat klimaatsverandering een groot probleem kan worden, vooral als het gedurende het hele jaar nat blijft. Dus daar gaat antwoord op gevonden moeten worden. Als je iets wil beschermen, dan kan je kort optreden. Dat is met rotsen, steenblokken en dergelijke, een harde constructie. En voor de rest is het, je moet gewoon kijken waar is wat nodig. Waar werkt wat. Onze kust is heel fragiel en heel gevoelig. Dat ga je nu merken als je gaat vliegen over de hele sectie, daarbij Saramaka naar Koroni. Zie je massale erosie, allemaal mangroven wordt weggewassen. Zo ernstig is het op dit moment. Dat hadden we 10 jaar terug, toen die dijk ook spoed gebouwd moest worden. Noor Mohammed zegt dat er veel zal moeten worden geïnvesteerd in waterbouwkundige werken. De landbouw leidt onder het vele water dat voor overlast zorgt. Ook de woongebieden zijn de afgelopen 2 jaren vaker getroffen. De bewindsman zegt dat er bewijs is dat er een andere aanpak moet komen voor deze vraagstukken.